Ja, mijn naam Netsky komt niet van Skynet. Netsky is ook een computervirus. Dus eigenlijk was het idee een beetje om als mensen mijn muziek illegaal downloaden om een computervirus op een computer te krijgen. Maar het is nog niet gelukt. Dus ik heb geen succes met mijn fantastische masterplan. Ik ben op mijn 14, 15 begonnen met muziek te maken. Maar dat was vooral een beetje rondcirkelen met electro en house. De klik die mij eigenlijk naar drum and bass heeft overgebracht, dat is eigenlijk mijn eerste drum and bass feestje dat ik in Womo ging met. Toen heb ik een high contrast remix gehoord van een liedje van Kanye West. En dat heeft voor mij de klik gemaakt. Vanaf het begin dat ik muziek ben binnen maken, heb ik altijd liedjes doorsturen aan een aantal Engelse labels, waaronder Hospital Records, omdat het eigenlijk mijn favoriete label was. Het is een ongelofelijke eer om bij zo'n mooi label te mogen. En het is inderdaad wel een beetje stress van, ja, kan ik het wel kunnen? Zo van die dingen, maar ja, daar mag je uiteindelijk niet aan denken. De deal die ik nu met Hospital heb, houdt in dat ik 3 albums kan maken. De komende 4 of 5 jaar waarschijnlijk. Er zitten heel weinig verplichtingen in mijn contract en dat is natuurlijk heel goed. Maar ze raden natuurlijk wel aan om de key shows te doen, de belangrijke optredens. Waaronder hun Hospitality Nights. En die zijn heel leuk. En elke keer als ik Hospitality in mijn kalender zie staan, dan weet ik dat het een goede avond wordt. Dus ik doe ze heel graag en dat zijn gewoon dingen die erbij horen en dat vind ik heel tof. Ik heb in mijn album eigenlijk een beetje verschillende subgenres van drum and bass proberen te combineren. Ik wou niet dat mijn album gewoon een collectie was van 12 singles, dus ik wou uiteindelijk een klein beetje een verhaal bouwen. Een bepaald aantal nummers dat een beetje met een ravey sound te kampen hebben, dus sterker en harder als mijn singles die ik voor mijn album had. Ik hoop ook dat het een beetje de tijd het een beetje interessant houdt. Ja. In Engeland is er een heel grote drum and bass scene, hier in België ook, maar in Engeland is het toch op een andere manier dat de jeugd eigenlijk heel, heel hard met drum and bass bezig is ook. En op straat zie je dat van mensen die echt wel proberen op je af te komen en vragen dat ze een aantekening mogen of zoiets inderdaad. En dat is heel leuk om zo'n dingen mee te maken natuurlijk. Ik kan zeker proberen voor mijn volgend en mijn derde album België te zoeken en Belgische collaboraties te starten. Ik heb een paar ideeën in mijn achterhoofd zitten, maar het is nog niet van gekomen en ik hoop dat zeker... Ik ga lukken met de volgende albums. Ja, zoals elke producer en elke artiest zou zeggen, wil ik natuurlijk dat mijn tweede album beter is. En dat zal altijd zijn. Je hebt altijd spijt van sommige dingen, maar ik ben over het algemeen heel blij van mijn album.